bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een goodiebox unboxing. Dit doe ik elke maand voor de mensen weer die goodiebox niet kennen. Goodiebox is een maandelijkse beauty abonnement waarbij je voor 20 euro in de maand een volledige box krijgt met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal 65 euro. Dus elke maand krijg jij zo een fantastische box met allemaal leuke beauty producten. Dat kan van alles zijn. Dat kan make-up zijn, accessoires, skincare. Het heeft in ieder geval altijd te maken met beauty. En ik unbox het altijd hier op mijn kanaal. Ik krijg de box gratis, maar de video is verder niet gesponsord. Ik word hier niet voor betaald ofzo. Voor de mensen die al zijn geabonneerd, extra leuk, want dan kunnen jullie samen met mij unboxen. Of als je dat al hebt gedaan, dan kun je nou gewoon ook zien wat ik van alle producten vind. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat jullie van alles vinden, dus laat het me weten beneden. Ben jij nog niet geabonneerd en zou je dat graag willen, dan staat beneden een linkje en dan kun je gewoon makkelijk abonneren. Het is slechts 20 euro in de maand en ik ben er echt enthousiast over. Ik hou echt van elke box. Als je de andere boxen wilt zien, die staan ook al op mijn kanaal. Vandaag is de box een beetje groen en het is vandaag in samenwerking met een heel leuk persoon. Dus ik ben weer enthousiast, zoals je kunt zien. Ik heb weer lekker veel energie. Dus laten we gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Daar help je mij ontzettend mee en dan mis je ook geen enkele video. Oké, ik zal heel even snel vertellen over deze make-up look. Op mijn lippen heb ik mijn Morphe Sweet Tea lip pencil op met mijn Huda Beauty Bullet Lipstick in de kleur Staycation. Dat is een hele mooie nude kleur. Ik praat echt snel, hè. Ik krijg zo vaak commentaar over dat ik te snel praat. Denk ja, dat is gewoon hoe ik praat. Sommige mensen praten gewoon snel. Wen er maar aan. Je kunt het ook zien als iets goeds. Dan gaat de video tenminste een beetje vlotjes. Dus sommige video's zijn altijd echt zo super langdradig. Bij mij is het tenminste allemaal lekker vlotjes. In ieder geval, dit is dan de box. Oeh, ik heb al gezien wat erin zit natuurlijk, want zo ben ik altijd. En de box is deze keer in samenwerking met Chantal Jansen. Kijk even hoe knap ze is. Ik heb een vriendin, Valerie, die lijkt echt super veel op haar. Ik zeg altijd dat ze op haar lijkt. Dus het is in samenwerking met haar. Dat is super, super leuk. Dus deze producten zijn uitgekozen door haar. En we hebben één extra product, want we hebben deze maand 6 producten. Dus dat maakt het helemaal leuk. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Je krijgt deze twee briefjes erbij. Helaas is er deze maand niet veel make-up, maar dat maakt niet uit. Er is slechts één make-up product en daar ga ik dan ook gewoon gelijk mee beginnen. Van Face heb ik de Silky Kiss Lip Gloss, winkelwaarde 21 euro en wij hebben full size. Dit is dus een prachtige roze lip gloss. Er staat verder alleen niet echt de kleur op of zo. Volgens mij is er maar één kleur, denk ik dan. Ja, er staat verder niet echt een kleur op. Maar dit is dus gewoon een lip gloss. De mensen die mij kennen, die weten hoeveel ik hou van lip gloss. Ik ga hem even opdoen. Ik denk ook dat deze kleur beter staat met mijn kleding en mijn achtergrond dan deze nude kleur. Dus die ga ik er even afhalen. En dan breng ik deze aan. Oeh, het ruikt heerlijk naar snoep. Godzijdank komt er niet al te veel kleur vanaf, want het is wel echt een hele felle roze kleur. En daar hou ik normaal niet van, maar omdat het een gloss is, is het een beetje sheer. Dan komt er niet te veel gloss af. Ik vind het een mooie kleur. I like it. Ik neig normaal niet echt naar dit soort kleuren. Want ik vind het dan altijd iets te Barbie. En dan vind ik mij nooit echt staan. Maar dit is op zich wel top. Kijk. Hele mooie roze kleur. Hij brengt ook fijn aan. Hij is gewoon lekker dikkig een beetje. I like it. Fijne gloss. Dan gaan we verder met het volgende product. Dit is voor haren. Van Lavish Care heb ik de Rescue Me Leave-In Conditioner. Winkelwaarde 7,90 euro. En we hebben weer full size. Ik vind het altijd super jammer als ik haarproducten krijg. Want die ga ik niet gebruiken. Want ik gebruik alleen maar mijn specifieke haarproducten voor krullen. Ik had deze dolgraag willen gebruiken. Hij ziet er echt veelbelovend uit. Ik vind de verpakking heel leuk gedaan. Een beetje een aparte verpakking. Zoiets zie je niet vaak. Leave-In Conditioner. En het is een spray. Dus je kunt het gewoon erin sprayen. Er zit aloe vera in, provitamin B5 en antioxidanten. Ik kan niet praten, jongens. En het is weer full size. En er staat dat het je haar een zijdezachte textuur geeft met een mooie glans. Schud de fles. Spray het op nat of droog haar. Afspoelen is niet nodig, want het is een leave-in conditioner. En die hoef je nooit het was. Ik wil hem niet gaan spreken. Ik wil hem niet openmaken. Want dat vind ik zonde. Want ik weet toch dat ik hem niet ga gebruiken. Dus ik ga deze in mijn winactie laten doen. En dan kan ik misschien een keer iemand anders er blij mee maken als ik weer een winactie heb. Dus dit zit er ook in. Voor de mensen die de box hebben en deze al hebben geprobeerd, let me know wat je ervan vindt. Want ik vind het wel een heel apart product. Ik heb nog nooit een spray leave-in conditioner gezien. We gaan verder met de voetmasker. Van Heal Mask heb ik de Mask Me Up masker. 7,50 euro. En we hebben weer full size. Hier ben ik echt blij mee. Het is dus zo'n voetmasker voor je hielen. Omdat ik echt bijna altijd hakken draag, gaan mijn hielen een beetje kapot. Die zijn helemaal klaar met het leven. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Ik heb mijn voeten vorige week nog met dat voetschraapding geschraapt. Als jullie weten wat ik bedoel. Een beetje bij de hielen. Ik
Ik heb het niet heel extreem, maar het wordt af en toe een beetje hard. Nou zijn ze eigenlijk wel weer vrij zacht, maar ik zie het toch wel weer een beetje ilt. Dus ik ga deze eventjes gebruiken. Je kunt hem 20 minuten gebruiken of je laat hem de hele nacht. Ik ga straks, als ik de video ga editen, ga ik hem opdoen en dan na 20 minuten eraf halen. En dan ga ik jullie eventjes laten weten, dan komt het hier in beeld, wat ik van het masker vind. Oké mensen, ik ga het voetmasker gebruiken. Dit zijn mijn hielen nu, zoals je kunt zien. Echt wel een beetje aan verzorging toe. Dit komt dus allemaal door hakken, niet te doen. Dus ik hoop dat dit straks allemaal wel echt weggaat. Nou, ik heb ze allebei opgedaan. Het voelt best wel goed aan. Hierin zat zo'n witte substantie. Dus ja, dit gaan we gewoon eventjes zo laten. Er staat 20 minuten of een hele nacht. Ik ga het gewoon een half uurtje of zo doen. I'm not sure. Dus ik kom zo bij jullie terug. Dit ziet er zo raar uit. Oké, ik heb ze 20 minuten opgelaten. Misschien zelfs wel iets langer. Dus ik ga hem nou afhalen. Oké, mensen, ik maak hem gewoon kapot. Want hij wil niet open gaan. Even een beetje extra insmeren. Oké, nou dit had wel nut. Ik weet niet in hoever. Het is nou wel een stuk zachter. Maar ja, sowieso als je hier een crème smeert, wordt het sowieso zachter. Maar het voelt wel heel dikkig aan. En volgens mij heeft het wel echt nut. Mensen, er staat Dr. Phil op de achtergrond. Dus als je hem hoort brabbelen, dan weet je dat. Ik ga de andere ook eraf halen. Oké, nou hier zie je die witte ballen echt nog heel goed. Ik ga even alles goed ermee insmeren. Oké, nou hier zie je ook weer heel goed een verschil. Het is helemaal zacht geworden. Oké. Het heeft dus wel echt nut. Ik weet alleen niet zozeer of het in de ochtend er ook nog gewoon zo uitziet. Dus ja, maar in ieder geval, het doet echt wat hij moet doen. I like it. Het volgende is voor de handen. Van Nobe heb ik de Orange Juice Hand Cream. Winkelwaarde 14 euro en we hebben weer full size. Ik ben blij dat volgens mij alles vandaag in de box gewoon full size is. Dat is altijd wel extra chill. Ik moet wel een beetje zeggen dat handcremes mij een beetje de strot uitkomen. Bij elke box, en dan niet per se alleen maar een goodie box, maar elke box die ik krijg, elke mystery box, al die dingen wat gewoon boxen zijn met meerdere producten, krijg ik toch elke keer weer een handcreme. En ik gebruik bijna nooit handcremes. Mijn handen zijn niet echt super droog of zo. Ondanks mijn droge huid gebruik ik niet echt handcreme. Dus ik denk altijd bij mijn eigen weer een handcreme. Dus deze gaat ook weer gewoon in de winactie. Ik hoop dat ik iemand hier ook weer blij mee kan maken. Het is wel echt een grote tube. Dus je kunt hier echt lang mee doen. We hebben hier een deo. Van The Lekker Company heb ik hier de cream deodorant. Winkelwaarde 7,49 euro. En deze is ook full size. Dit is dus een natuurlijke deo. Super apart. Lavendel is de geur. Dit is dus gewoon zo'n blokje. Die moet je gewoon onder je oksels doen. En dan werkt het als een deo. En je kunt het hergebruiken. Smeer één keer per dag een kleine hoeveelheid in de oksels. Ingrediënten zijn dus allemaal duurzaam en natuurlijk. En de verpakking ook. Toen ik dit zag, ik appte mijn zus gelijk. Ik zo, wil jij dit hebben? Ze zei gelijk ja. Mijn zus is all about bio, naturel producten. Al dat soort dingen. Zij gebruikt geen chemische producten. Dus dit is echt iets voor haar. Dus deze ga ik aan haar geven. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het een beetje een viezig concept in mijn hoofd. Dat je dan dit zo moet smeren onder je oksels. Ik weet niet. Ik ben toch meer gewoon van een spray van een afstand. Dit is by the way de verpakking. Ik dacht dat het gewoon zo'n zeepblokje zou zijn. Maar het heeft gewoon echt zo'n verpakking. Oeh, het ruikt heerlijk. Ik doe even een beetje gewoon op mijn hand. Want ik heb al iets bij mijn oksels. Het smeert wel heerlijk uit. Ik denk dat dit wel nut gaat hebben, eerlijk gezegd. Weer alle mensen die dit gaan gebruiken, laat ons even weten wat je ervan vindt. Deze gaat dus zeker naar mijn zus. Deze matcht mooi met mijn jurkje. Het is heel leuk dit. Heel apart ook. Ik hou altijd wel van aparte dingen proberen en zo. Dus ja, I like it. Als laatste heb ik een nagellak van Gosh. De Nail Liquor. Winkelwaarde 8 euro full size. Ook weer aan nagellak heb ik persoonlijk niet heel veel. Want ik heb altijd acrylnagels. Ook spreekt de kleur mij niet echt aan. Mijn voeten, mijn teennagels bedoel ik, doe ik wel gewoon altijd thuis. Want ik kan er niet tegen als iemand aan mijn voeten zit. Dus die kan ik niet door iemand anders laten doen. En dan gebruik ik gewoon wel nagellak. Dus als dit een mooie kleur was geweest, had ik hem bewaard voor mijn voeten. Maar zo'n groene mintkleur, ja, dat spreekt mij gewoon niet aan. Dit is de kleur 637 Apple Bloom. Maar ik ga ervan uit dat iedereen dezelfde kleur heeft of niet. Oh nee, er staat bij een van deze drie kleuren vind je in jouw box. Er zijn dus drie kleuren. En die andere twee kleuren vind ik mooier. Oh my god. Ik heb dus net de kleur gehad die ik niet zo mooi vind. Maar goed, je hebt dus twee kleuren. De andere twee kleuren zijn een beetje lichter. Een beetje witte kleurtjes. Maar ja, deze gaat dus ook gewoon in een winactie. Ik zat eraan te denken om hem aan mijn moeder te geven. Maar zij houdt ook niet zo van dit soort kleuren. Dus
Laat maar zitten. Nou, dit ging snel, jongens, vandaag. Dit was dan de hele box. Dit ging vandaag gewoon heel snel, omdat er heel veel dingen waren die ik niet echt kan aanbrengen. Dus het enige wat ik kon aanbrengen is de gloss, waar ik heel blij mee ben. Ik vind het echt een leuke gloss. I love it. En dan is de hele box leeg. Wat ik altijd doe aan het einde van elke goodiebox unboxing is dat ik alle prijzen van alle producten individueel optel. Want dan kunnen we kijken hoeveel winst we hebben gemaakt. En dat vind ik altijd wel leuk, want je betaalt in principe slechts 20 euro. En dan kunnen we zien, ja, hoeveel je zou moeten betalen als je alles individueel gewoon in de winkel had gehaald. En alles is gewoon full size, dus dat scheelt mij weer rekenwerk. Ik ga beginnen met dit maskertje. Deze is 7,50 euro. Het volgende is de nagellak. Die is 8 euro. Deze deo is 7,49 euro. Ik rond even af naar 7,50 euro. Ik rond altijd alles af. Ik ga niet helemaal precies op de cent zitten te berekenen. Even kijken, de handcreme is precies 14 euro. Deze conditioner spray is 7,90 euro. Best wel betaalbaar voor zo'n grote pot, fles. En als laatste de lipgloss, die is 21 euro. Dat is de duurste vandaag, nou nou. Dan kom ik uit op een bedrag van 65,90 euro. Dat zou je dus moeten betalen als je al deze producten individueel zou halen. Jullie hebben slechts 20 euro betaald, dus ik haal er 20 van af. We hebben een winst van 45,90 euro. Dat is echt een grote winst. Alleen al om die reden vind ik de box het gewoon echt, echt waard. Nou, dit was dan de jullie box. Wat vonden we ervan? Deze producten dus allemaal uitgekozen door deze prachtige dame hier, Chantal Jansen. Ik vond het een leuke box, maar persoonlijk voor mij is deze box niet echt een match met mij. Omdat er gewoon zoveel producten waren die ik niet kan gebruiken. Zoals die haarspray, de nagellak, de handcreme. Dat zijn allemaal dingen die ik gewoon niet gebruik. Het enige wat ik echt gebruik is de gloss. Deze zou ik ook wel gebruiken, maar mijn zus heeft er meer aan, dan gun ik het haar meer. En dit voetmaskertje. Voor de rest de andere drie producten niet echt. Maar al met al vind ik het wel echt een hele leuke box. Ik denk dat heel veel mensen echt wel blij gaan zijn met deze producten. Let me know wat je van de box vindt als je hem al hebt. En als je nog niet bent geabonneerd en je het graag wil doen. Je kunt dus beneden op de link klikken en dan kun je abonneren. En het is maandelijks opzegbaar. Dus dat is ook top. Je zit nergens aan vast. Als je na twee boxen of zo het toch niks vindt, dan kun je het gewoon gelijk stoppen. Dus dat vind ik altijd ook wel heel fijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!